Welkom allemaal. Laten we eerst beginnen met hoe ik Lodi heb ontmoet. Beste Omema, wat een verschillen tussen jouw wereld en de mijne. Jij komt uit de Zaanstreek en volgt het voortgezet onderwijs. In de komende jaren zul jij vast allerlei keuzes maken die de rest van je hopelijk lange leven gaan bepalen. Ik ben geboren in een heel ander deel van Nederland, Twente. Ik ben eigenlijk heel toevallig in contact gekomen met Lodi. Ik schreef al een tijdje en elke keer als ik wat schreef, dan liet ik dat lezen aan mijn ouders en mijn vader. En mijn vader liet het soms lezen aan Said Binselem. En Said Binselem was altijd onder de indruk van wat ik schreef. Gefeliciteerd. Mag ik ook wat zeggen? Goedenavond. Goedenavond allemaal. Ik ben trots en vereerd om het eerste exemplaar in ontvangst te nemen. Beste meneer Van de Kamp, verschillen zijn mooi. Het is een kunst de pracht van verschillen in te zien. Een skill die niet iedereen bezit. De afgelopen maanden heb ik geleerd hoe jij als moslima kijkt naar de wereld om ons heen. En ik hoop dat jij een beetje de indruk hebt gekregen hoe ik als Jood in het leven sta. Maar liefst meer dan een halve eeuw geschiedenis ligt er tussen jouw jeugd en die van mij. Mijn vader zei gewoon een keer nadat ik van school kwam van pak wat van je schrijfwerk, want we gaan naar Amsterdam. Oh ja, waarvoor dan? Nou, dat hoor je wel in de auto. En voor ik het wist zat ik tegenover Lodi. Na onze meeting onderhielden Lodi en ik contact via de mail. En eigenlijk werden die mails steeds langer. En op een gegeven moment besloten we om dat contact echt in mail/briefvorm te maken. En na een tijdje hadden we een verzameling aan brieven. En dat is uiteindelijk over muren heen geworden. Onze boek. Een hele goede avond allemaal. Ik ben heel erg blij dat ik jullie hier allemaal welkom mag heten vanavond voor onze presentatie van Over Muren Heen. Hi daar, daar ben ik weer. Nou, dat ons boek af is, betekent niet dat Lodi en ik nu geen contact meer hebben of niet nog steeds een superduo zijn. We zijn nu onder andere bezig met Yalla, een initiatief dat moslims en joden met elkaar verbindt. Dus dat pakken we dan op vanuit ons boek. Ik heb er zelf persoonlijk heel erg veel van geleerd. Ik heb Lodi beter leren kennen, maar ik heb er ook gewoon een hele goede vriend bij gekregen. En dat was echt super fijn. En ik heb dat nu nog steeds met alles wat ik samen met Lodi doe. Het is gewoon altijd lachen. We hebben het gewoon altijd heel erg gezellig en dat is gewoon heel fijn. Beste Lodi, ik heb het gevoel dat we elkaar met elke brief iets beter hebben leren kennen. MUZIEK.